Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord, het platform voor alles rondom het geboorteproces. Hartstikke leuk dat je er bent. Ik hoop je bij elke aflevering te verrassen met nieuwe informatie, invalshoeken en bijzondere verhalen van verschillende geboortebegeleiders, zodat je hierdoor geïnspireerd en gesteund mag voelen in jouw proces. Laat mij vooral weten wat je ervan vindt via geboortebegeleidersaanhetwoord.nl. Ik wens je veel luisterplezier. Eerste gast, Ria Bijens uit Vlaanderen, vroedvrouw van origine en voorzitter van vrouwenbron.be. Ikzelf omschrijf haar als een zeer aardse, warme en wijze vrouw. Wat een mooi en veelzijdig gesprek heb ik zojuist met Ria gehad. Het ging natuurlijk over vele facetten rondom geboorte, van bevallingshoudingen tot moeder-kind contact. Maar ook het overlijden van een baby en het sterfteproces kwam aan bod. Dit onderwerp gaf het gesprek een enorme verdieping en opende dat als voor mij een andere invalshoek op geboorte. Ik ben benieuwd wat het met jou doet. Goedemiddag, hier zit ik samen met Ria Bijens in Braschaat, ja. In België, boven Antwerpen. Ik ben ontzettend vereerd om Ria Bijens te mogen interviewen. Ze is de allereerste die meedoet aan de podcast Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik heb bij haar ongeveer een week geleden een workshop mogen volgen over de placentaboom. Daar gaan we het misschien nog verder over hebben. Maar allereerst, zeker doen. Ja, allereerst wil ik jullie graag introduceren aan Ria. Zij heeft 15 jaar zelfstandig thuisbevallingen mogen begeleiden. Ze is een vroedvrouw van origine. Ja. En heeft nog veel meer te vertellen daarover, maar ook wat ze daaromheen allemaal doet. Ik wil graag eerst met de vraag beginnen, Ria. Ja. Hoe ben je terechtgekomen, of wanneer begon het, uw zoektocht of uw begin aan het vrouwen, met het gebied van vrouwengezondheid? Het gebied van vrouwen, het is voornamelijk bij mij begonnen met het willen vroedvrouw worden. Ik was 11 jaar. Toen ik echt wel zei dat ik vroedvrouw wou worden. Zonder ten volle te beseffen wat dat betekende. Ik wist wel dat dat was dat iemand was die vrouwen begeleidde als het kind geboren werd. Ik was helemaal in de ban van de foto's toen nog in de Rosita, een tijdschrift. Waarin dat de foto's van Leendert Nielsen in verschenen zijn, die nu nog altijd in boeken verschijnen. En dat waren de foto's van de foetussen en de kleine baby's in de baarmoeder. Ik heb dan ook een keer dat we in de supermarkt waren met mijn ouders en in het boekenrek daar een boekje gevonden van ik zou de titel eigenlijk terug moeten opzoeken. Iets van kinderen krijgen. En dat heb ik echt van voor tot achter en van achter tot voor teruggelezen. Ja. En daar is ergens denk ik het idee ons, of het woord bij mij binnengekomen van ik wil vroedvrouw worden. Ja. En wat fascineerde u zo? Echt het bij dat wonder zijn van een nieuw mens die ontstaat. En een nieuw mens die geboren wordt en daar zo dicht mogen bijstaan. Dat was toen voor mij ook al magisch. Magisch, ja. Ik ben dan op mijn 18 jaar na mijn humaniora hier voor vroedvrouw gaan studeren. Dat was ook voor mij heel duidelijk. Ik heb ook de richting in mijn humaniora gekozen volgens de beste voorbereiding om die studie van vroedvrouw te beginnen. Uh-huh. Dat was toen hier in België nog een opleiding van 2 jaar verpleegkunde. 2 tot 3 jaar verpleegkunde, dat kon je nog kiezen. En 1 jaar, of eigenlijk 9 maanden, dus een zwangerschapslang,
Ja. Een opleiding tot vroedvrouw. Dat was een behoorlijk zwaar jaar. We moesten heel veel nachtwerk doen en ook inslapen in de ziekenhuizen. Want ik heb eigenlijk alleen een opleiding gekregen in het ziekenhuis. Er waren op dat moment in Vlaanderen misschien nog 2 of 3 vroedvrouwen zelfstandig bezig met thuisbevallingen. Zo. Ja, het was niet gewoon. Dat was niet gewoon. Anders dan in Nederland. Ja, ja, dat was echt helemaal anders. Hoe was uw tijd in het ziekenhuis toen u daar de eerste bevallingen begeleidde? Ja, in het ziekenhuis zelf heb ik eigenlijk voornamelijk van op afstand de bevallingen mogen begeleiden. Mm-hmm. Wij mochten maar heel af en toe bij de bevalling zelf bij zijn. Er was een zuster die daar toen op de dienst insliep en die eigenlijk bij elke bevalling aanwezig was. Wij mochten, er was nog een andere vroedvrouw daar op dienst aanwezig op dat moment. En wij werden dan geroepen, of ik of zij werd dan geroepen om de baby over te nemen en die naar de babykamer te brengen om daar, die baby's moesten ook uitgezogen worden. Ik moest daar heel veel dingen doen. Uitgezogen? Hoor. Ja, de neus werd dan proper gemaakt en werd mijn pipetje uitgezogen om de slijmen te verwijderen. Oké. Okay. Maar ik heb daar heel veel praktijken moeten doen die ik nadien niet meer heb gedaan. Toen ik zelfstandig was, dat ik dacht van, dit is eigenlijk niet een leuke manier om geboren te worden. In die periode was ook de Stichting Lichaamstaal al behoorlijk veel aanwezig. En die gaven ook in Antwerpen, in deze omgeving, gaf die ook filmavonden met bevallingen rond natuurlijk bevallen, rond verticaal bevallen. Mm-hmm. Dat was allemaal iets dat ik nooit gezien had, nooit over gehoord had. Maar dat mij zo trok en zo voelde als van, ja, dit klopt voor mij wel helemaal. Dus het was begin jaren 80. Dat was begin jaren 80, ja, ja. Was u nog net in de 20? Ja. Ik was 21 toen ik afstudeerde en ik ik was 25 toen ik mijn zelfstandige praktijk ben begonnen. Dat ook helemaal heb moeten uitzoeken hoe dat ik dat hier kon doen, want er was... Het enige wat ik daar in mijn opleiding over gehad was 1 zinnetje. En dat was zo van, je kunt ook nog zelfstandige vroedvrouw worden. Maar 1 zin was en al de rest was allemaal, je kunt op een prematurendienst gaan werken, je kunt in een verloskamer gaan werken, alle dingen in een ziekenhuis. Mm-hmm. Maar dat kennen we genoeg, want daar hadden we allemaal stage gelopen. Maar dat zelfstandige, maar dan mocht je helemaal zelf uitzoeken hoe je dat dan deed. Hè? Dat dan in zijn werk ging, ook met terugbetaling en die dingen meer. Maar ik ben er dan uiteindelijk toch mee begonnen, omdat dat voor mij ook veel natuurlijker voelde. Ik vond dat vrouwen de kans moesten krijgen om, als zij daarvoor kozen, om thuis te bevallen, dat ze dat ook konden. Mm-hmm. En van daaruit heb ik zelf ook een stuk die keuze dan gemaakt. Maar ook omdat ik eigenlijk al een soort burn-out had van in het ziekenhuis te werken, omdat ik zoveel dingen moest doen die voelbaar tegen mijn natuurlijke aanvoelen ingingen. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk via een gynaecoloog de kans gekregen om een eerste thuisbevalling te doen. 5 december in 84. Dat voelde ook heel veilig om dat te doen, omdat de moeder van die vrouw er ook bij was. Mm-hmm. En zij had in de naoorlogse jaren, ik geloof wel meer dan 1000 thuisbevallingen gedaan. Zo, dus
En dat, dat was voor mij een steun om, om dat te doen. Dat was ook nog een bevalling waar dat de huisarts ook nog bij was. Mm-hmm. Nadien heb ik dan uiteindelijk niet meer gedaan. Deed ik alle bevallingen, allee, of eigenlijk de begeleiding van de geboortes meestal alleen. Maar toen waren we dus met drie. Mm-hmm. En als ik er nu op terugkijk, of als ik er naar terugkijk, zelfs van een jaartje na die datum, dan was dat een verplaatste ziekenhuisbevalling. Mm-hmm. Toen deed ik nog heel veel dingen zoals ik het geleerd had. Mm-hmm. Zoals ik het gezien had in het ziekenhuis. Yeah. Omdat dat ook de was zoals, ja, dat was het veilige. Ja. Zo hadden we dat geleerd, dus zo moest dat gedaan worden, want anders ging een vrouw doodbloeden of ging ze... Kunt u een aantal voorbeelden dat u toen deed? Bijvoorbeeld had ik toen geleerd dat vrouwen 2 uur tot 2 uur na de bevalling helemaal plat moesten liggen in hun bed. Dus zelfs sowieso al in hun bed. En sowieso helemaal plat moesten liggen, zelfs zonder hoofdkussen. Want anders zouden ze leegbloeden. Dus even tussendoor, de houding is dan ook altijd helemaal plat? Toen waren de bevallingen, zoals ik ze oorspronkelijk geleerd had, mm-hmm. waren ook echt helemaal plat liggend op je rug, met je, dan voor een thuisbevalling, je knieën gewoon vasthouden. Maar voor een ziekenhuisbevalling was het dan in de stijgbeugels. In de stijgbeugels, ja. Dus dat was dus helemaal plat. Ja, ja, en zo moest de moeder blijven liggen, ook 2 uur na de bevalling. Oh jee, dat is een jaartje later stond ze in die periode, als het goed was met haar en als ze er zelf zin in had, stond ze onder de douche. Mm-hmm. En... ja, kon ze gewoon recht zitten in de zetel. Ja. Gewoon wat voor haar comfortabel voelde, was helemaal mm-hmm. oké voor mij dan. Maar dat zijn zo van die dingen die ik ook geleerd had. Ik had ook geleerd om elke keer metergine te geven na de geboorte, om de placenta, om bloeding te vermijden, eigenlijk. Mm-hmm. Metergine? Metergine. Ja, ik... ik weet niet, dat is, eigenlijk is dat moederkoren, maar dan in een synthetische vorm, die gebruikt wordt om de baarmoeder te doen samentrekken. Dat heb ik ook heel snel afgeleerd. en in het begin was het zelfs ook nog zo dat er een andere vroedvrouw die eigenlijk net gestopt was toen ik begonnen ben, heb ik een jaar... of enkele maanden later mogen ontmoeten. En zij had daar al een heel traject in gegaan. En ze zei tegen mij ook van, kijk, als je je niet veilig voelt de eerste keren, trek gewoon die spuit op, maak ze klaar. En mm-hmm. als het nodig is, kun je het dan alsnog geven. Zit er niet met de stress van, oei, ik heb dat nog nodig. Maar ze zei van, je gaat zien, je gaat dat nog een paar keer, ga je dat... gewoon wel laten en het gewoon weten van ik heb het bij, als het nodig is kan ik het altijd geven. Mm-hmm. Dus zou u het zeg maar, toen u wat een aantal jaar in het proces zat van zelfstandig vroedvrouw, zou u het proces kunnen beschrijven wat u meemaakt samen met de vrouw, vanaf wanneer bent u er, wat zegt u, wat gebeurt er, eventueel een ervaring die u zegt van nou die wil ik nog aanhalen, omdat het een mooi voorbeeld is, of om een beeld te krijgen van als ervaring als voetvrouw. Er zijn er zoveel. Ja. Wat voor mij eigenlijk heel belangrijk is, is dat en wat in de loop van de jaren duidelijker en duidelijker is geworden, maar wat voor mij eigenlijk wel van in het begin zo was, maar zonder dat ik mij er 100% bewust van was dat ik er zo over dacht, mm-hmm. is zo het stukje van kijk,
ik wist natuurlijk meer dan de doorsnee vrouw over bevallingen zelfs. Hè. Als je pas afgestudeerd bent, heb je meer, zeg maar, technische achtergrond. Mm-hmm. Maar wat voor mij altijd heel belangrijk was, dat zij de enige was die wist hoe het met haar en haar baby ging vanuit eerste hand. En, geloofde in haar, ja, als, ja, vrouw. Ja, dat was eigenlijk een heel duidelijk gevoel van in het begin van ik ben wel geschoolde toeschouwster, maar het is haar lichaam en het is haar baby en de baby natuurlijk van het koppel, maar het is zij twee die die zelf ook mogen aangeven wat er kan en wat er niet kan. Mm-hmm. En die eigenlijk de hoogste kennis in zich dragen over zichzelf. Mm-hmm. Dat was voor mij hoe ik eigenlijk altijd ook gewerkt heb. Mm-hmm. Natuurlijk met al de dingen erbij die ik heb mogen afleren. Om minder en minder te doen. En meer en meer in dat stuk te gaan, in die vrouw het vertrouwen te geven. Er werd mij heel dikwijls gezegd dat ik dat ze heel veel vertrouwen voelde als ik er was. En ik heb heel dikwijls gevoeld dat ik dat dat nog het allerbeste werkte als ik mij zodanig kon laten verdwijnen in de ruimte, dat ik eigenlijk een stukje meubilair werd. Die alleen maar tevoorschijn kwam als dat gevraagd werd of als dat nodig was. En dat het koppel en de moeder en het kind eigenlijk helemaal hun eigen ding konden doen. Dat is de ultieme vorm van service. Ja. Ja, dus het ding ook van hands off, van je komt daar niet aan als dat niet nodig is. Had u wel eens angsten? Want ik kan me voorstellen dat u dan heel erg sterk in het vertrouwen. Ja. Het lijkt me af en toe behoorlijk spannend op momenten. Maar. Ja, dat is er absoluut altijd mee. Maar waar ook altijd, want ik heb ook wel echt wel spannende dingen ook meegemaakt. Maar bijvoorbeeld ook een placenta die was blijven vastzitten en die dan in het hospitaal moest verwijderd worden. Mm-hmm. En dan het transport naar het ziekenhuis en al die dingen erbij, dat was best echt wel spannend. En om dan bij de volgende arbeid te komen, bij de volgende zwangere te komen en te weten van oké, dat is daar nu gebeurd, hè. Mm-hmm. Maar dat rechtvaardigt niet dat ik die vrouw die nu hier bij mij is, of waar ik nu bij ben, mm-hmm, dat ik die anders zou gaan behandelen, dat wil zeggen vroeger zou gaan ingrijpen omwille van dat ik ene keer gezien heb dat ik heb moeten ingrijpen. Mm-hmm. En ik was mij daar heel bewust van. Dat eigenlijk de methode was waarop dat heel veel in de medische wereld uiteindelijk naar het supermedische verandert. Dat is omdat dat wij als zorgverstrekkers met dingen worden geconfronteerd die ons ook behoorlijk door elkaar schudden. En dat we vanuit die ervaring en vanuit die angst, eigenlijk met grotere angst naar een volgende geboorte gaan in dit geval. En dat we van daaruit dingen gaan doen die eigenlijk in die situatie niet gepast zijn. Mm-hmm. Dat we te vroeg gaan ingrijpen, dat we regels gaan zetten van er moet dan dat en er moet dan dat. Mm-hmm. En, waardoor dat we het eigenlijk allemaal al gevaarlijker maken op zich. Mm-hmm. Dus dat,
daar was ik mij op een bepaald moment ook wel heel bewust van. Het andere waar ik er juist ook even aan dacht, was dat ik nog geen bevalling ook herinner, en zo zijn er ook wel meer geweest, dat op een bepaald moment weet van dat nu moet het kind echt wel komen. Dus dat ik aanvoelde dat er een zekere nood was bij het kind, of dat ik het ook kon zien aan de parameters. En dat ik weet dat ik tegen een vrouw heb gezegd, en nu duwen. En dat ik nadien zei van, wauw, bedankt dat jij zo gereageerd hebt, want dat was allemaal heel goed. En ze zei, ja, maar ik durf niet anders. Je waart zo duidelijk in de boodschap van, het moet nu. Ja. Dat ze daar echt ook op reageerden. En wat ik ook heel dikwijls in bij die baringen had, was ik sprak niet altijd zoveel, hè. Tijdens de bevallingen zeker niet, maar dat het oogcontact met de moeder was eigenlijk heel belangrijk. Via uw ogen kun je eigenlijk heel veel meegeven. Ook het vertrouwen en ook het is wel goed zonder dat daar veel moet gesproken worden, want spreken breekt soms de energie die er nodig is voor de vrouw om helemaal in zich te blijven. Mm-hmm. En om helemaal verbonden te blijven in het proces. Mm-hmm. Dus om de vrouw de vertrouwen te geven dat ze het kan, is voor gelooft u heel sterk van het juist het non-verbale, juist gewoon de blik en dat u het vooral zelf voelt. En dat doordat ik zelf wel een heel diep vertrouwensgevoel had in een baring, die ik misschien vanuit mijn eigen geboorte, die heel vlot gegaan is, meegekregen heb. Dat ik dat vertrouwen eigenlijk in mij droeg en dat ook kon bij die vrouw kon brengen, bij dat koppel kon brengen. En dat stroomt eigenlijk gewoon door, door gewoon te kijken of ook een zachte aanraking of gewoon te zijn. En de partner, de man, hoe kon u met hem communiceren? Of ging dat vanzelf? Of was dat voor u? Heel vaak is het ook veel van de, zeker ook later de bevallingen waren. Ik heb ook nog een baarkruk gehad die mijn vader zelf had gemaakt. Dus zittend op een baarkruk gehurkt in een bad, bestaande. En dan alles kon voorbij u. Alles, ik zeg heel vaak tegen de mensen zo van, de enigste manier die ik denk dat niet ga, is dat op uw kop gaat staan. Maar voor de rest gaat alles. Handen en voeten, Hoe wordt dat besloten? Of hoe gaat dat, zeg maar, van, oh, deze houding lijkt me nu goed? Of? Ja, eigenlijk is het, in C is het zo dat elke vrouw dat het mooiste dat eigenlijk is dat de vrouw zodanig vertrouwen heeft in zichzelf en in haar lichaam, dat zij de vrijheid voelt om die bewegingen te maken en die houdingen aan te nemen die voor haar en voor de baby het beste zijn. En dan hoefde daar als begeleidster niks aan toe te voegen. Dan zie je gewoon van nu dit en nu dat. En bewegen is vaak een belangrijk onderdeel. Soms
ging er wel aanwijzingen geven van te zeggen van ik denk dat het nu goed is om die houding aan te nemen of probeer eens dat. Dat een paar richtlijnen geeft van je kunt dat doen zonder dat dat een verplichting is. Mm-hmm. Sommige, ik heb prachtige bevallingen gezien met vrouwen die in zijlig lagen. Of dan zo op handen en voeten, de, heb ik altijd een. Heb ik heel vaak gezien bij vrouwen die zeer snel bevallen. En vrouwen die zich goed voelen in hun eigen lijf. En die heel snel bevallen en die bijvoorbeeld niemand direct in hun buurt hebben. Die gaan heel vaak op handen en voeten zitten. Of, allee, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Ja. die houding aannemen. Mm-hmm. En soms deed ik dat ook gewoon tijdens de prenatale sessies voor. Zo van, kijk, je kunt alles doen. En als het heel snel gaat, kunnen zeker die houding ook aannemen. En dan deed ik dat gewoon voor. Dat ze dat, zo van, je moet je daar niet verschamen. Dat is een, of niet ongemakkelijk in voelen. Dat is ook een heel goede houding. Omdat je dan, als een baby geboren is, eigenlijk zonder moeite, die een baby ook zelf kunt makkelijker kunt opnemen of erbij kunt komen. Ja, precies. Ja, ik kan het je niet voordoen, ja, ja. Maar, als je op je handen en voeten zit, dan ga je eigenlijk heel makkelijker recht komen. En dan kom je eigenlijk in een soort hurkhouding, maar dan ligt die baby, als hem geworden is, tussen je benen en kunnen die gemakkelijk zelf opnemen. Stel je voor dat het andersom doet en dat het dus plat op je rug gaat liggen, of zelfs, zelfs een beetje gesteund, dan vraagt dat een enorme inspanning om u voorover te trekken naar die baby tussen uw benen. Ja, dat doe ik. Dat is een, een heel... dan moet ik ook nog voorstellen dat je dan op die moment ook nog ween hebt gehad en dat je dat al die dingen, dat je buikspieren ook niet meer zo meewerken gelijk dat ze gewoonlijk doen, dus dan is dat een, echt een enorme inspanning, terwijl de anderen zijn er korter bij. En het andere stuk is ook dat doordat je op handen en voeten zit, handen en knieën zit, dat je bekken wel helemaal vrij is, dus de beenderen kunnen bewegen zoals ze mogen bewegen. Het hoofd kan zich daar ook heel mooi door in manoeuvreren. Mm-hmm. En er is nergens geen druk. Plus, de zwaartekracht werkt dan niet mee. En dat is bij een hele snelle bevalling soms ook een voordeel. Mm-hmm. Dat geeft u als moeder een beetje meer tijd om, om het te volgen. Want een bevalling kan ook heel, heel snel gaan. En dan is het zowel voor moeder als kind een, bijna een shock om op het moment dat de baby geboren is. Hè. Dus anders bij een staande bevalling. Ja, dan, bij een staande bevalling werkt die zwaartekracht mee. Ja. Bij een hurkende bevalling ook. Ja. Bij een zittende, zij het dan op een baarkruk of zo, is dat ook zo, hè? Dan werkt die zwaartekracht ook mee. Maar soms, als het heel snel gaat, heb je dat eigenlijk echt niet nodig. En is dat een heel goede houding ook, om dus, in te bevallen. Is die houding, zeg maar, van nou de meest ideale? Nee, is dat niet te zeggen? Er is eigenlijk geen enkele niet de meest ideale houding. Dat is echt zo persoonlijk afhankelijk van vrouw tot vrouw. Soms kan het ook zijn dat en daar via de homeopathie heb je daar dan wel wat dingen in, maar bijvoorbeeld sommige vrouwen hun weeën stopten op het moment dat ze recht gingen zitten. Ja. Die hadden perfecte arbeid, heel goede weeën als ze op hun zeil lagen in bed. En die kwamen recht zitten met het gevoel van, ik wil zo bevallen. Mm-hmm. Weeën weg. Terug gaan liggen, ops. Ja. Dus
het is echt gewoon, ja, wat zich op dit moment aandient. Het is de combinatie tussen moeder en kind. Dat samenspel, dat maakt dat een arbeid verloopt zoals dat die verloopt. Ja. Ik heb ook gehad met vrouwen die in het water wilden bevallen. Een heel constructie. Nu is dat allemaal al een beetje simpeler in die zin van je kunt die dingen al huren, maar toen was dat echt nog allemaal zelf uitzoeken hoe dat dat moest doen. En die dan bij wijze van spreken hun grote teen in dat water steken en zeggen van, oh nee, ik blijf hier geen 5 minuten in. En die naast de kachel. Ja. En dat was voor mij ook altijd zo van, dat ik zei van, geef u zelf carte blanche. Hè? Laat, zodanig dat je echt alles, dat je van jezelf alles mag. Als vrouw, als moeder. Normale leven niet, maar dan. Ja, toch ook wel, maar dan, maar vooral ook zo, wij zitten toch allemaal met zo bepaalde ideeën, of oftewel van dingen die niet mogen, of dingen die ook moeten. Hè. Zo ook het idee van, dat heb ik ook wel gezien, dat bij mensen waar ik meerdere keren kwam voor een thuisbevalling, dat bij het eerste kindje was er muziek uitgezocht en was er de juiste, ja, dus overal kaartjes en dat is prima, dat is absoluut prima, maar dan kom je daar voor een derde kind en dan is er nog niks meer van dat alles, omdat het dan eigenlijk tot de essentie is teruggekeerd. En de essentie is uiteindelijk dat een geboorte een heel bijzonder moment is, dat ook weer heel gewoon is. Omdat het zo tot het leven behoort, dat het ja, daar in verweven mag zijn. Toch hangt daar veel angst ook rond de geboorte. Ja. Waar komt dat vandaan en wat... Om wat doet u daar, zeg maar, mee zelf? Ja, omdat een moment van geboorte, voor het kind is het letterlijk ook een stukje, of niet een stukje, is het loslaten van een deel van zichzelf, om zo geboren te worden, ook in een wereld die helemaal anders is dan de wereld dat het tot op dat moment heeft gekend. Je leeft in een waterige omgeving. Uw bloedstroom gaat andersom dan na de geboorte. Uw longen hebben nog niet echt nog geen lucht binnen gehad. Dus er gebeurt echt heel veel na die geboorte als pasgeborene. Of er moet veel gebeuren eigenlijk. Dat we allemaal dingen die wij eigenlijk niet zien, maar die wel in dat kleine babylichaam gebeuren. Dus het zijn ook wel heel cruciale momenten. Het staat dus ook heel dicht bij sterven. En baby's sterven ook wel eens in het geboren worden. Is dat bij u wel eens gebeurd? Ja, ik heb hier een baby gehad die gestorven is tijdens de bevalling. En dat is een heel proces om daarin te gaan. Hoe was dat voor je persoonlijk? Het lijkt me ook voor je persoonlijk heel dichtbij. Ja, de moment dat je dat beseft dat dat gebeurd is, of is dat heel, heel rauw. Maar het is bij die vrouw ook nog heel spannend geweest, omdat zij in de nasleep van die geboorte ook nog haar baarmoeder is kwijtgeraakt. Die was te fel beschadigd door de geboorte. Het kind was zeer, zeer groot. En dat is ja, heel
voor haar ook heel zwaar geweest. Dus dat is ook nog heel spannend geweest in de uren na die geboorte. En voor mij was het zo dat... ik heb mij... het is moeilijk om daar... ik vind dat misschien een beetje moeilijk om die mensen hun privacy niet te schenden. Maar voor mezelf, dat zijn de momenten dat op ene nacht... in een dag 10 jaar ouder wordt. Ik weet nog dat ik zaterdags bij haar op bezoek ging in het ziekenhuis en dat ik eigenlijk met een auto om ramper uitgerakte omdat ik gewoon elke spier in mijn lijf zeer deed. Dat ik overal pijn had, omdat dat zo intens was geweest. Is het u veranderd in het proces daarna, de bevalling die u daarna heeft gemaakt? Alleen dat je met nog meer ontzag naar heel dat proces kijkt. Nog met meer verbinding met die dingen bezig gaat zijn. Dat je nog minder... dingen als vanzelfsprekend gaan zien, dat zeker wel. Ik heb een heel mooi contact blijven houden met die mensen, maar dat is ook nog een begeleiding geworden die veel langer natuurlijk heeft nageduurd. Om alles te kunnen bespreken. Ja. Het gaat heel diep fysiek. Al die dingen hebben mij ook wel gebracht tot... tot het vervolg van mijn werk. Ook hetgeen dat ik nu doe. Want ik heb ook enkele overlijdens begeleid van kindjes die wel goed geboren zijn, maar die ziek zijn geworden. En waar ik dan het overlijden ook van begeleid heb. En dat je begint te voelen van... als vroedvrouw... zijn eigenlijk een beetje begeleider om de twee kanten. Van de wereld. Zowel van leven als sterven. Dat zijn zeer vergelijkbare processen. Het komen naar hier en het gaan naar daar zijn eigenlijk heel vergelijkbare processen. Er hangt eenzelfde soort energie. Mm-hmm. Het is anders, maar het is toch ook hetzelfde. Een beetje eigenlijk de reactie van het is het het is een andere ervaring van tijd en ruimte die er dan ontstaat. Mm-hmm. En dat is zowel met de bevallingen zo als met overlijden zo. Hoe zou je die energie, zou je dit kunnen beschrijven? Een manier om die te benoemen is, we kennen allemaal het begrip Kronos. Hè, dat is de tijd en dat is ons uurwerk. Mm-hmm. Dat een bepaalde tijd aangeeft. Maar er is er nog een ander Griek begrip en dat noemt Kairos. En dat geeft eigenlijk meer die tijd aan die een beetje tijdloos is. Mm-hmm. Dat is hetzelfde als we in
op een feestje zitten waar dat heel leuk is, dan vliegt de tijd soms voorbij, of dan blijft die soms heel lang in hetzelfde hangen. Terwijl op sommige momenten heb je het gevoel dat de tijd zo aan je voorbij gaat. En, of dat je ergens op tijd moet zijn. Of, dat is een heel ander gevoel van tijd dan, dan bij een geboorte en een sterven. In beide, tijdens bevallingen heb ik ook heel vaak gehad dat er soms wel vrij veel op de klok kon zien zijn, omdat je wil weten van hoe kort komen die weeën nu op elkaar. En hè, je zit een beetje op die dingen of geteld. En nu is dat allemaal met digitale dingen, maar wij moesten vroeger nog de hartslagen tellen. dus kijk je eigenlijk vrij veel op een uurwerk. En dan kon je soms zo te vrij veel op gezien hebben en ineens zien van, oeh, het is al 2 uur later. En waar is die tijd naartoe? en dat is eigenlijk bij een overlijden ook dikwijls zo. Dus je komt in een soort andere wereld, een ander systeem terecht. Een heilig moment ook. Ik weet nog, nu komt er ook een herinnering van een koppel die dat er wel foto's die mij gevraagd hadden om direct na de geboorte, als zij de baby pas vast hadden, om enkele foto's te nemen. En die foto's waren op zich helemaal oké, om die, niemand kon daar aanstoot aan nemen. En toch, toen dat die ontwikkeld waren, hebben ze ze aan mij laten zien en zeiden ze van, wij gaan die voorlopig aan niemand anders niet laten zien. Want dat is zo'n heilig moment. En dat was voor mij ook wel. Dat heb ik ook wel altijd als zeer mooi ervaren, zo het moment dat dan toch meestal wel een koppel, zo de man zit achter de vrouw of is daar heel dichtbij en die baby erbij, soms ook nog een paar andere kinderhoofdjes erbij, en zo dat eerste samen zijn, of dat eerste hernieuwde samen zijn, dat is eigenlijk echt een heilig moment. Dat is echt zo zuiver en bril tegelijkertijd. Ja, absoluut. Absoluut. Zo koesteren voor... En ook een moment waarop dat... eigenlijk ook wel in het geboorteproces toont zich ook wel niet altijd zo duidelijk, maar op sommige momenten echt wel een stukje de ziel van dat kind. In die zin bijvoorbeeld van de schedelbeenderen van een baby kunnen allemaal over elkaar schuiven. Dat kan. Maar sommige baby's doen dat en sommige baby's doen dat niet. Die over elkaar schuiven? Ja, de schedelbeenderen. De schedelbeenderen, En dus die kunnen echt zo nog bijna, een centimeter over elkaar liggen. Die kunnen echt op elkaar gaan liggen. Ja. Dat maakt dat de diameter van de hoofd wel degelijk verkleint. Ja. Maar sommige baby's verroert er aan dat, ook al heeft die moeder echt wel veel werk te doen om die baby te laten geboren worden, blijft dat hoofd gewoon
alles in positie zitten. Verandert er niets aan de plaatsing van die schedelbeenderen. Mm-hmm. En dan zeggen wij hier van, dat is een kijkop. Dat is een kijkop, hè? Dus die heeft eigenlijk een hoofd dat zo hard is als een steen. Hè? Ja. Dat die niks toegeven aan hun moeder. Uh-huh. En andere kinderen, dat die zich helemaal plooien. Zo koppig dan. Ja, inderdaad. Een koppig. Of een kind dat eigenlijk helemaal zegt van, oké, dat is hier wat, ik ben wat, of mijn hoofd is wat groot, dus ups. Mm-hmm. Ik ga dat een beetje aanpassen aan de gang die hier voor mij klaar is om door te gaan. Of je kon soms ook zo, ja, ik heb blijkbaar ook heel vaak dan wel iets gezegd en dan moeders mij dat ook nadien terughouden van, kijk, je hebt dat toen gezegd, ik ben dat in sommige gevallen wel vaker helemaal vergeten wat ik toen op zo'n moment zei. Dat ze zei van, dat is nadien helemaal waar geworden. Daar, dus de blueprint. Ja, zoiets, ja. En van waar komt het? Ja, op dat moment zitten we ook helemaal in die cocon van dat gebeuren. Ja. En voelden we toch wel dingen heel fijn aan, waardoor dat je wel iets meer kunt meegeven ook over wie dat die baby eigenlijk is, want dat zijn geen onbeschreven bladeren. Daar geloof ik absoluut niet in. Die jaren doen mij ook wel geleerd. Wie heeft dat geleerd? De jaren met de geboortes heeft dat mij echt wel geleerd. Ik heb nog twee vragen die ik... Ja. U had eerst over het onderwerp, of over... gebeurtenis dat leven en dood heel dicht bij elkaar staan, of geboorte en dood. Het onderwerp afscheid nemen van een baby, van een kind, valt enorm zwaar en is ook iets moeilijk om over te praten, ook in de maatschappelijk gezien. Ja. En, ik begrijp dat er niet altijd woorden voor zijn, maar wat zou je kunnen meegeven aan ouders die door dit proces gaan, of over dit proces zelf, of aan hun laten weten, of... Om er eigenlijk altijd voor te zorgen dat ze heel veel tijd nemen met zo'n kindje. Dat ze zichzelf daarin respecteren. En dan ook vooral vergeten wat de maatschappij daarvan vindt of daarover denkt. Mm-hmm. Bij nog een ander gezin... is het 13e kind pas geboren nadat het gestorven was in de laatste week in utero, dus in de baarmoeder. Uh-huh. En dan tijd nemen om de moment dat dat gebeurd is, hè, dat wordt vastgesteld, dat de moeder dat zelf weet. En dat dat dan wordt bevestigd, dat het kind overleden is, om dan ook rustig de tijd te nemen en te vragen en zelfs te eisen, te zorgen dat je iemand bij je hebt die ervoor kan zorgen dat wel nog binnen de veiligheid van het medische, dat daar toch de tijd wordt gegeven om die bevalling bijvoorbeeld in gang te laten komen of die dingen meer. Mm-hmm. Dat daar niet wordt gerushed.
dat daar niet wordt geforceerd, dat daar ook tijd voor gegeven wordt, omdat dat al een deel van het rouwproces is. Mm-hmm. En de vrouwen dan ook echt het zelf de tijd moeten krijgen om te voelen hoe dat ze dat kindje dan willen laten geboren worden, of dat ze dat wel willen voelen of niet willen voelen, en dat ze dat zelf ook helemaal mogen beslissen. En zoals dat in dat gezin gegaan is, daar zijn al die kinderen erbij gekomen, hebben ze het eigenlijk ook toch kunnen geregeld krijgen dat het, zij wou dat babytje thuis opbaren voordat het begraven werd. En dat hij op die manier heeft heel dat gezin daar helemaal afscheid van kunnen nemen. Mm-hmm. Want dan lag dat babytje in een kamer en ik denk dat de jongste toen 4 jaar was, en de oudste zal al wel 14 of zo geweest zijn, maar dat die daar afwisselend gingen die erbij, die musiceren zeer veel, ook die kinderen al. En dan ging de een daar bokfluit bij spelen en dan ging iemand anders erbij zitten. En dat is iets dat hoeveel, dat is misschien raar om te zeggen, maar hoeveel vreugde dat er kan zijn in zo'n moment door te laten gebeuren wat dat er gebeurt. En dat kinderen daar dikwijls, hoe pijnlijk dat ook is, een heel naturele manier hebben om daarmee om te gaan. En dat ons als volwassenen dikwijls heel sterk kan helen. Dat heb ik daar heel duidelijk ook mogen zien. Van hoe de kinderen daarmee omgaan. Nee. Hoe de kinderen daarmee omgaan, hoe die daarbij kwamen. Daar soms ook gewoon kwamen binnen dartelen. Huppelend er binnen kwamen. Even een kusje geven en hups, terug buiten. Verder spelen. Ja. Hoe mooi dat kan zijn en hoe zalvend dat kan zijn. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook belangrijk is dat, en gelukkig is dat nu wel al zo, en gelukkig is dat al hier in België toch al voor heel jonge zwangerschapsverliezen, baby's die dan geboren worden, dat er al ook een naam kan gegeven worden. Dat die kinderen ook benoemd worden. Wat heel anders is dan pakweg 50 jaar geleden, toen die kinderen nog werden weggestoken. Dat de moeders die niet te zien kregen. Dat de baby geboren werd en weggenomen werd en verdween. Ja. Zonder dat eigenlijk nog moeder, nog vader die gezien had. Het blijft altijd in een gezin aanwezig, maar dan als het niet gezien is geweest, het kind, en wat ik dan vooral zou zeggen naar mensen die geboortes begeleiden, is zo van, als mensen niet in staat zijn om op die momenten er contact mee te maken met de baby, wat ook helemaal oké is, hè, dat er dan foto's worden genomen, dat er voetafdrukjes worden genomen, handafdrukjes worden genomen. Iets tastbaars. Iets tastbaars. Dat er iets is en dat daar desnoods wordt gezegd van kijk, we houden dat hier in de praktijk of ik heb dat hier bij mij en ik ga dat voor altijd bewaren tot het moment dat jullie de nood aan hebben en dat het kunt komen halen. Dat is denk ik ook heel belangrijk om dat te Dank u voor dat te benoemen. Dat is denk ik erg belangrijk en soms niet gezien naast de geboorte, ook de andere kant. Ja, een vriendin van mij was in die periode nog bezig. Die hadden hier in Antwerpen, samen met haar echtgenoot toen, het natuurlijk doodcentrum. En
het is inderdaad zo dat zowel rond geboorte als rond dood is er zo'n medicalisering. Dat er ook nood is om dat allemaal terug wat op natuurlijkere wijze te laten, laten gebeuren. En om op, in allebei de terreinen ook tijd te laten om de processen te laten gebeuren die er te gebeuren staan. Ja, en alle verdriet of ja. alle emoties die daarbij boven ja, toe, die, komen. Ja, die zijn er. Ja. Ja, kwaadheid, ongeloof, al die dingen die mogen er ook zijn. En dat ook belangrijk is dat dat in zo'n moment zeker ook aan die ouders wordt gezegd. Wat ik ook altijd zei in zo'n situatie was van, gelijk met welk rouwproces is dat voor partners belangrijk is om te weten dat ja, er zijn verschillende stadia waar dat in kunt zitten in een rouwproces. En dat af en toe iets gelijklopend kan zijn, maar dat je af en toe in een heel ander gevoel zit. Hè. Dat de ene volledig in kwaadheid kan zitten en de andere misschien juist helemaal in de aanvaarding kan zitten. En dat je dat van elkaar moet weten van kijk, het is niet omdat ik mij nu kwaad voel en de ander in de aanvaarding zit, dat de ander fout is en jij juist of omgekeerd. Het is gewoon een andere fase waar dat je allebei in zit en dat een man-vrouw verschil is? Denkt u dat nee, op zich ja, op zich is het soms zo dat, maar even goed, soms is het voor vrouwen even goed, soms heel moeilijk om daarover te spreken. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat zij weten dat dat zo verschillend kan zijn en dat het soms goed is dat er iemand anders is die zij kunnen contacteren of dat ook de zorgbegeleidster die er op dat moment bij was bij de als het dan over geboortes gaat of zwangerschapsverliezen dat dat er ook kan teruggegaan worden naar die begeleidster of begeleider. Omwille van het feit dat er soms nog vragen zijn. Of dat je eigenlijk misschien wel 20 keer wil horen hoe dat nu eigenlijk allemaal verlopen is. En wat dat er juist gebeurd is. En dat oké is om dat te doen. En dat die ook soms wat kunnen begeleiden in het stukje van hoe ga jij er mee om en hoe gaat de ander er mee om? Ja, dus het heeft eigenlijk voor iedereen een impact. En bij u heeft het ook geleid tot nieuwe paden die u daarna bent belopen. Ja. Hoe voelt u zich op dit moment? Wilt u even pauze, wat drinken? Of zegt u nou, we gaan weer? Ja, ik kan even drinken. Ja. Dat is zeker. Ik kan dan ook even stopzetten hoor. En dat is wel oké. Inmiddels ook een. Wilt u nog iets zeggen over dit onderwerp? Of nee, dus oké. Dan. Op zich heeft dat mij. Of veel. Zowel die ervaringen, dus zowel en dus de geboortes en het sterven, die ik een paar keer mee begeleid heb, als of misschien anders zeggen, ik heb heel veel mogen leren uit al die begeleidingen die ik heb mogen doen. Ik was altijd heel dankbaar van elke geboorte die ik heb mogen bijstaan. En ik zeg soms wel van ik heb bevallingen gedaan, maar op zich voelt dat nog altijd niet helemaal correct.
begeleiden het geheel, maar het is altijd de moeder die bevalt en die het kind ter wereld brengt. En als vroedvrouw staat er daar gewoon naast. Mm-hmm. Als partner ook altijd. Heb ik heel vaak gezegd van, en dat is in die stervensprocessen ook zo van, je kunt daar alleen maar naast staan en je kunt een hand vasthouden, mm-hmm. maar het is de moeder en het is het kind die de brug moeten overgaan, die de transitie moeten doen, mm-hmm. ja, die moeten samenwerken om het te doen. Zij kunnen echt samenwerken, mm-hmm. zij kunnen echt in connectie gaan en zich echt verbinden met elkaar om dat traject samen te doen. En al de rest staat er maar buiten. En is dat iets waar u ook op focust? Of een bepaalde methode? Nou, methode klinkt weer zo theoretisch, ja. Maar ja, verbinding maken met het kind, dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Nee, dat is niet altijd voor iedereen weggelegd. Ook niet, elk kind is niet even toegankelijk. Dus het is niet de moeder? Nee, het is niet de moeder. Het is het samengaan van die twee... wezens die wel of niet gemakkelijker in contact gaan bij elkaar. Mm-hmm. Maar het helpt toch, en dat is eigenlijk misschien een stukje van dat soort praktijk dat ik nog wel af en toe doe. En het is heel vaak dat dan, oftewel collega vroedvrouwen mij opbellen, met de vraag of dat er een moeder mag bellen, omdat die met een bepaald ding zit. Of via dat die vrouwen naar mij dan telefoneren. En dat ik eigenlijk gewoon via de telefoon ga trachten in te voelen waar dat er ergens een blokkade zit. Mm-hmm. En soms is het gewoon door daar echt aandacht en door kleine aanwijzingen te geven dat die vrouw wel tot bij die baby kan komen. Mm-hmm. Onlangs nog ook een koppel die hadden gepland om thuis te bevallen, maar er was een medische indicatie tussen gekomen waardoor dat ze eigenlijk niet mochten thuis bevallen. En dat was natuurlijk een hele omschakeling. Waardoor dat er heel veel stress op komt zitten en waardoor dat er daar kwam dan uiteindelijk bij van dat er een termijn was gezegd binnen dat ze moest bevallen, dus dat is een hele hoop stress die er bij op komt zitten, waardoor dat die bevalling sowieso al in uitstel gaat bijna. Zo van, uiteindelijk geeft dat heel vaak een verkramping, zulke dingen, waardoor dat het vloeiende wat een geboorte mag zijn, niet in gang komt. Mm-hmm. En dan hebben we kort gepraat op de telefoon, heb ik die vrouw toch kunnen begeleiden om in contact te komen met een baby, maar ook om haar uit te nodigen van, doe dat zelfs ook op een rustige plek, zelf of samen met uw echtgenoot. Mm-hmm. En ga voelen, ga terug in het vertrouwen dat het ervoor wel had, want dat had ze wel gehad, om met dat kind in contact te zijn en te voelen wat het kind eigenlijk aangaf. Mm-hmm. En terug in dat vertrouwen te gaan. En uiteindelijk is dat wel een ziekenhuisbevalling geworden, maar met de vroedvrouw die ze vanuit een centrum dat ze waren eigenlijk het liefste hadden. Mm-hmm. En is het in het ziekenhuis nog helemaal natuurlijk allemaal kunnen gaan, buiten het feit dat er nadien meer controles op de baby zijn gebeurd dan het normaal zou geweest zijn, mm-hmm. omwille van de medische conditie. Mm-hmm. En een van de manieren om dat te doen is om je ogen te sluiten, echt helemaal
naar binnen te keren en vooral ook in het bekken te gaan ademen. Want wat doen wij algemeen als we stress hebben, zelfs als we niet zwanger zijn, dan gaat al uw energie boven zitten, tot misschien alleen in je hoofd. Mm-hmm. En door uw aandacht, uw ademhaling dieper te brengen en ook te voelen dat uw bekkenbodemspieren gaan meedoen in de ademhaling, kom je sowieso al veel meer in dat gevoel. En als je zwanger bent, ga je automatisch uiteraard die baby daar dan ook veel meer voelen en daar ook veel dieper mee in contact gaan. Bijzonder, ja. Dat is eigenlijk een heel mooie manier om zowel bij jezelf als in een zwangerschap daar in contact te gaan. En heel vaak als vrouwen daartoe komen om contact te maken met hun baby, krijgen ze heel veel antwoorden op vragen waar dat ze misschien mee zitten. En gaan ze zich goed voelen om zelfs naar een bevalling toe te gaan die ze op zich voor zichzelf misschien niet zo hadden gedacht. Mm-hmm. Maar door juist in die samenwerking te zitten, dat dat helemaal... Dus dat dat veel sterker is ja. dan wat de omgeving ja, ook mag dan zijn. Ja, maar dan ben je eigenlijk... Want als zwangere zit je wel in een heel bijzondere verantwoordelijkheidssituatie naar die baby toe, maar dan ben je niet aan het beslissen over iemand, maar ben je samen een beslissing aan het nemen. En dan voelen vrouwen zich ook, wat het ook doet is, doordat zij dieper in zichzelf gaan ademen, gaan ze ook met hun eigen wezen ook veel meer contact maken. Dus ze maken contact met het wezen van een baby, maar ook met hun eigen diepe wezen. En blijven niet alleen in hun hoofd zitten met alle informatie die ze gekregen hebben, en waar dat ze eigenlijk niet meer zien van wat moet ik nu juist beslissen. Dus dat is ook een remedie tegen angst eigenlijk? Ja, absoluut. Ademen sowieso. Pijn, hoe zou u omgaan met pijn, met hele heftige pijn die vrouw kan hebben? Ook door het heel diep ademen, maar ook natuurlijk voldoende uitademen, hè, want anders krijg je een hyperventilatie. Maar vooral door heel diep in het lichaam te zakken. Mm-hmm. En wat ik heel vaak deed, maar ook doe nu met vrouwen die hier gewoon op consult komen, of is mijn hand helemaal onderaan de rug liggen, als ze dat oké vinden natuurlijk. En hun uit te nodigen om helemaal tot daar te ademen. Mm-hmm. En als ze mijn hand daar kunnen voelen, bij wijze van spreken, van binnenuit, dan zijn ze daar aangekomen. En soms kunnen ze dan ook nog uitnodigen om nog dieper, helemaal in hun bekken, zodat ze echt hun... dat je eigenlijk echt kunt voelen dat je bekken... voor een zwangere is dat dan vooral belangrijk dat het eigenlijk allemaal helemaal zacht wordt. Mm-hmm. Want angst doet alles samenkrampen. Elk spier gaat eigenlijk in een kramp. En wat we zeker rond een bevalling, maar ook zelfs in een zwangerschap nodig hebben, is dat dat zacht is. Niet dat helemaal floep maar dat dat zacht is en dat dan kan je in verbinding gaan. Mm-hmm. Is dat ook de psoas-spier? Ja, onder andere. Dat is de grootste of de sterkste spier in ons lijf. Is dat ook, zijn ook onderzoeken van dat daar spanningen in opgeslagen kunnen zitten door een bepaalde trauma's? Of maar het is eigenlijk zelfs in heel dat bekkengebied, al die bekkenbodemspieren, dat zijn er verschillende lagen, daar slagen wij ook enorm veel spanning op. Mm-hmm. En dat juist ontspannen en daarop ademen, dus eigenlijk ook als vrouw dan je vulva, als je neerzit op een zetel en je zit vrij recht, voelen dat je vulva eigenlijk in de zetel ademt. Mm-hmm. En dat die zo op
in neergaat. En dat hij met elke ademhaling, je mocht zelfs nog kiezen of dat ze nu naar beneden laat gaan of in de zetel laat komen, mm-hmm. bij de inademing of bij de uitademing, als het maar in die beweging gaat. Mm-hmm. En dat geeft eigenlijk een heel diepe ook ontspanning. Ja. Dat zorgt ook doordat u uw verstand moet gebruiken of uw bewustzijn moet gebruiken om dat gecoördineerd te doen. Mm-hmm. Kan ondertussen uw verstand niet bezig zijn met uw zorgen te maken of van, over van alles en nog wat. Mm-hmm. Of misschien over heel zware dingen, maar zorgt gewoon dat ja. het terug lijfelijk aanwezig wordt. Dan zijn we heel vlakbij bij het stuk wat mm-hmm. wij zelf in een groep hebben mogen ervaren, de placenta, waar ja. je dan ook naartoe, ook de zetel als het ware van, ja. van ons zijn. Wilt u daar nog ja. over vertellen? Dat is heel... Dat is een van mijn gebieden waar ik ja, al van heel vroeg mee bezig ben. Eerst op heel onbewuste wijze. Wel heel veel aandacht voor. Wel dat altijd heel mooi gevonden, een placenta. Of een moeder. Ik vond dat in die foto's van Lennart Nilsson al heel mooi. En mm-hmm. heel bijzonder om die vliezen te zien en die navelstreng en dan ook de placenta zelf. Mm-hmm. Dan als ik ze eigenlijk ja, ik heel vaak in mijn handen heb mogen nemen. Zeker bij de thuisbevallingen was dat altijd een heel mooi moment om dat te mogen tonen aan de ouders ook. Van kijk, deze zijde heeft tegen de baarmoederwand aangezeten. Dat was de verbinding tussen moeder en kind. De andere zijde is waar dat de baby heeft naar gekeken. En die kant heeft eigenlijk echt zo precies een wortelstelsel. Met de navelstreng die daar uitkomt. En dat is ook zo dat wij daar... Dat zijn dingen die ik dan nadien nog veel meer dieper ben gaan beseffen. Van hetgeen dat wij als baby in die baarmoeder voelen, betasten. Ja, dat zijn onze eigen neus en oren en tenen en ons eigen lijf. Mm-hmm. Maar dat is ook onze navelstreng. Baby's hebben, met echo's zien we dat nu meermaals, dat ze die vastnemen. Ze volgen die ook. Ze raken de placenta ook aan. Want het is zo dat de meeste kinderen liggen met hun... zeg maar in rust of in... Liggen heel vaak met hun gezicht gericht naar de placenta toe. Mm-hmm. Dus als ze kijken en dat zien onder water en natuurlijk in de moederschoot is nog anders. Maar toch, als ze hun ogen openen, dan kijken ze ook naar hun placenta. Mm-hmm. Hebben wij eigenlijk allemaal gedaan. Mm-hmm. Alleen zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Ik heb mij in al die jaren dat ik vroedvrouw was heel vaak afgevraagd van waarom ziet dat er zo uit zoals dat eruit ziet? Waarom? En toen nog niet direct de link gemaakt met het feit dat zeker in onze streken het nu ook weer terug opnieuw of altijd een beetje gebleven is, maar vroeger zeer zeker was van de gewoonte was van een placenta te begraven. Mm-hmm. Van die in een tuin te begraven of zelfs in het huis te begraven. Dat dan vooral een beschermende functie ook. En daar een boom op te zetten. Hè. En dat was dan een boom van dat kind. Er waren wat verschillende tradities. Appelbomen, mm-hmm. kersenbomen. Naar gelang voor het een of het andere geslacht. Rode beuken, gewone beuken. Voor heel veel adellijke families was dat zo. Dat het een voor het meisje was, het andere voor de jongen. Zo zijn er heel wat tradities rond.
tot ik zelf door had dat, hoe belangrijk dat die placenta eigenlijk was. En dat wij in C altijd geboren worden. Ten eerste uit onszelf, want wij worden uit onze vliezen geboren, die een deel zijn van het, de nageboorte. De moederkoek en de vliezen. In de navelstreng. Dus dat wij eerst en vooral uit onszelf geboren worden. En dat er in die geboorte ook eigenlijk altijd een sterven terug is. Want op het moment van de geboorte sterft eigenlijk in de korte tijd nadien de placenta. Mm-hmm. Die een orgaan is, een bijzonder orgaan is, dat ons dat gezorgd heeft dat wij tot dat wij hier zijn. Ik ben even met een draad kwijt. Ja, wat, ook de placenta, voor velen is het een, ja, het was, als ik voor mezelf spreek, als, dan is dat iets wat er snel uit moet. Ja. Voordat ik de workshop van u had gevolgd en ik hechtte er geen waarde aan, zeg ja, maar. En, ja. En u bracht ons terug, ja, naar wat betekent een placenta? Ja. En wat is het precies? En, eigenlijk is het, ja, pakweg 9 maanden, de eerste weken is dat in aanleg, maar pakweg 9 maanden is dat echt voor vrouwen dan uw beschermster, uw hoedster, uw begeleidster. Want ook al komen de voedingsstoffen uit de moeder, mm-hmm, die gaan allemaal via de placenta. Het is ook de placenta die zelf de hormonen produceren om de zwangerschap in stand te houden. Dan moet die placenta ook beginnen doen rond de 12 weken, wat ook een 10-12 weken, wat ook een, mm-hmm, een cruciale periode is, waarin dat er ook wel meerdere zwangerschapsverliezen ontstaan, miskramen ontstaan, omwille van het feit dat die placenta dat juist niet doet. Dus het is een zeer, zeer belangrijk orgaan tijdens onze voorgeboortelijke tijd. Dus die heeft ook een grote, die speelt een grote rol bij miskramen. Die speelt ook een belangrijke rol bij miskramen, ja. De ontwikkeling niet gaat, ja, als behoren. Als die niet genoeg eigenlijk ontwikkeld is, waardoor dat die te weinig onder andere progesteron kan maken, dan blijft kan de zwangerschap moeilijk in stand gehouden worden. Mm-hmm. Ik denk dat we eigenlijk nog niet in de totaliteit weten wat die juist allemaal doet. En hoe dat die systemen soms in elkaar zitten met kinderen die dan toch op een later moment in nood komen of komen te sterven en wat daar het stuk is. Nu, in heel veel gevallen gaat het natuurlijk wel goed, want anders zouden we hier met niet zoveel, mm-hmm, mensen op de wereld rondlopen. Mm-hmm. Maar na die geboorte hebben wij de laatste decennia eigenlijk meer en meer geleerd om dat als een stuk afval te ja, beschouwen. En medisch gezien is het dan nog wel interessant in die zin van, je moet nakijken of dat alle lobben aanwezig zijn. Dat is voor de veiligheid van de moeder. En moet die gecontroleerd worden. Je kijkt naar de bloedvaten om te zien of dat voor het kind helemaal klopt. Maar dat is allemaal puur technisch. Mm-hmm. Hè? Zien of dat biologisch klopt. Maar verder wordt er heel weinig aandacht aan geschonken. En tot voor enkele jaren werden ze in België heel veel gebruikt voor cosmetica. Diep gevroren. Toch? Ja, maar nu worden ze, wordt er terug heel vroeg afgenaveld omwille van het mogelijk oogsten van de stamcellen. Terwijl dat eigenlijk heel belangrijk materiaal is voor de baby. Het is zo dat in de eerste 10 minuten ongeveer na de geboorte er een 60% van
het bloedvolume dat in de placenta zit en dat eigenlijk van de baby is, mm-hmm. dat die al kan terugvloeien. Maar natuurlijk, ieder wezen heeft, ja. heeft best zijn volle 100% of een groter percentage terug. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat een kind zelf zijn eigen bloedvolume terugkrijgt. Mm-hmm. Want op het moment van de, of op eigenlijk gelijk welk moment in de zwangerschap, zit twee derde van het bloedvolume van het kind zit in de baby zelf. Mm-hmm. En een derde zit in de placenta. Ja, want dat is een mm-hmm. constante stroming, een constante uitwisseling. Mm-hmm. Of ja, een continu systeem van vloeien naar daar en terugkomen. Dus ja, dus er zit een derde van het bloedvolume zit in de placenta. En het is belangrijk dat dat zoveel mogelijk van dat bloedvolume terugkomt naar de baby na de geboorte. En hoe lang? Het is best dat we eigenlijk minstens wachten met afnavelen, afbinden van de navelstreng. Totdat de navelstreng is gestopt met kloppen. Je kan het pulseren van het hart van het kind voelen in de navelstreng. En op een bepaald moment kan je dan voelen dat het gestopt is. Dat is als je toch wil afnavelen, is dat een goed moment om dan mm-hmm. af te navelen. Maar dat kan een half uur duren of zelfs langer. Maar meestal is dat ergens rond het half uur of drie kwartier. Mm-hmm. Heel vaak ook, terwijl dat de navelstreng nog intact is en de placenta nog in de baarmoeder zit, mm-hmm. Kan het kind al opnieuw contact maken op een andere manier dan met zijn of haar moeder. En heel vaak de moment dat de borsten geprikkeld worden, dat de baby begint te zoeken of de tepel vindt en kan beginnen drinken, dat geeft nog eens extra oxytocine vrij, waardoor dat de baarmoeder extra gaat samentrekken en de placenta loskomt. En dan is meestal ook wel het meeste van het bloed naar de baby gestroomd. Dus het de baby is eruit en die wordt op de borst gelegd. Ja. En die zoekt al en dan is de placenta nog binnen. Ja, binnenin. En dan en door die samenwerking komt het. Ja. Nu, dus soms, dat is een natuurlijke manier van... Het, soms is de navelstreng korter en dan geraakt de baby daar niet. En dan is het gewoon ook... Ze hebben ook wel tijd om te zoeken en te zuigen na de geboorte. Dat mag ook best wel wat langer duren. Ja. Soms komt die placenta ook vanzelf 10 minuten later. Dat is ook weer heel verschillend van geboorte tot geboorte. Dus daar zit eigenlijk ook nog een reden achter waarom het zo lang duurt, omdat in die tijd nog steeds het bloed kan blijven stromen. In die tijd kan het bloed natuurlijk nog blijven stromen, dus dan heeft de baby nog altijd eigenlijk heeft hij op dat moment langs de twee zijden nog wat zuurstof ook die binnenstroomt. Is er een grotere ondersteuning. Maar het is niet zo dat het per se langer moet duren neer dat de placenta geboren is. Als die binnen 10 minuten wordt geboren en dat kind ademt zeer goed, ze moeten niet huilen, maar natuurlijk wel goed ademen, dan is dat prima. Maar het is ook prima dat dat een half uur duurt of langer. Mm-hmm. En in het ziekenhuis is daar dan ruimte voor om te zeggen, nou, we willen de patiënten nog, want vaak wordt het kindje onderzocht. Ja, en dat lijkt me soms wordt er dan heel dikwijls, ik weet niet juist hoe dat, het is ook, al die dingen zijn heel verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis. Mm-hmm. Dat is hier in Vlaanderen zo, en ik denk dat dat in Nederland ook zo is, dat dikwijls heel verschillend is. En dat zijn op zich zijn daar wel belangrijke dingen om te bespreken met de zorgverstrekker, dus met de vroedvrouw of de
verloskundigen of wie dan ook die bij de bevalling zijn. Waar zowel thuis als in een ziekenhuis de protocol is langs die gebruikt wordt rond die dingen. En om daar gewoon over te spreken en te zien waar ben jij mee akkoord in. Dat je ook best mag vragen van waarom doe je dat en waarom doe je dat. Dat die vragen echt wel mogen gesteld worden om zelf een duidelijk beeld te krijgen. Mm-hmm. En te weten dat je als ouders ook altijd het recht hebt om je eigen, de dingen te vragen zoals ze voor jou kloppen. Ja, dus, dat lijkt me in een thuisbevalling meer aanwezig. Ja. Want dan heb je minder mensen om je heen die ook gedachtegangen hebben. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij diezelfde vragen stellen als we in een ziekenhuismilieu zijn. Om dat je altijd mag weten waarom dat iets worden uitgevoerd. Ja, als het jouw lichaam of het lichaam van uw kind betreft. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om dat altijd te weten van wij zijn eigenlijk ieder de hoofdverantwoordelijke voor onze eigen gezondheid. Mm-hmm. En we mogen daar zelf ook wel dan ook mee in beslissen wat er wel of niet gebeurt. Mm-hmm. Ja, en want u zei daar weer in contact te brengen. Ja. U heeft ook een boek uitgebracht. Ja. De vier gezichten van de vrouw. De vier vrouwen in elke vrouw. De vier vrouwen in elke vrouw, juist. Ja. Ja. En heeft hij het ook over de vier archetypes van een vrouw. En u kunt ze zelf opnoemen. Of u daar nog wat over wil zeggen. En aankomend boek dan, waar u ook mee bezig bent. Dan komen... dat is eigenlijk het stukje waar ik... dat ook wel zeker voortvloeit uit mijn vroedvrouw zijn en uit het contact met vrouwen, is wat ik tijdens die bevallingen absoluut heb mogen zien, is wat een enorme kracht vrouwen hebben, niet alleen tijdens de bevallingen, maar ook in de zwangerschappen, ook bij de borstvoedingen, wat een enorme draagkracht. Dus dat op een bepaald moment ben ik dan met het idee in contact gekomen of gehoord van in Engeland en Amerika noemen ze dat women empowerment. Dus dat is wat ik dan ook een beetje mee bezig ben. En dat is zo rond het zelf mogen beslissen hoe en waar te bevallen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de rest van ons leven. En een belangrijk onderdeel ervan is om onze cyclus te leren kennen, onze vrouwencyclus. Waar dan nu vooral de nadruk ligt op PMS, hè, het vervelende van spanningen voor de maandstonden, over problemen met de maandstonden. Daar ligt alle zwaartekracht van aandacht op. Terwijl dat er eigenlijk vier... fases zijn ook in een gewone vrouwencyclus. Je hebt de maandstondenfase, je hebt de follikelfase, dus dan wordt de follikel in de eileider gevormd. Je hebt de fase van de eisprong. En je hebt de fase van dat het de follikel die er was en die het eitje heeft vrijgegeven, dat die een geel lichaam wordt. Het is dat gele lichaam trouwens dat heel belangrijk is voor misschien een komende zwangerschap. Want daar worden de eerste hormonen gemaakt om de zwangerschap in stand te houden. Dat is het gele lichaam. Dat zit in de eileider. De eierstok, sorry. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het... Je kunt ook een beetje zien van dat de follikel... die er eerst wordt gevormd, is een soort blaasje. Hè, waar dat de eicel in zit en die daar
uiteindelijk helemaal vrij in komt te zitten, mm-hmm. tegen de ijsprong aan. Dan kun je dat blaasje eigenlijk zien als een soort omhulsel, een soort huisje. Mm-hmm. Wat er bij de ijsprong uitkomt uit dat huisje, is de ijsel en het vocht dat er rond zat. Hè. Mm-hmm. En dat eigenlijk de grootte van het blaasje uitmaakte. Mm-hmm. Hetgeen dat achterblijft in de eilander is juist het huisje. Mm-hmm. Is het omhulsel. Ah. En dat wordt helemaal geel. En dat ja. wordt ook echt helemaal geel. Dus dat is, als ze naar een eierstok kijken van een vrouw die juist een ijsprong heeft gehad, of een week ervoor, dan zie je werkelijk een geel schilletje. Mm-hmm. Nu, klein natuurlijk, want dat is mm-hmm. allemaal niet zo groot. Maar dat is wel degelijk heel geel. Dat is eigenlijk onze vierde fase voordat we terug aan de maan stonden beginnen. Mm-hmm. Je kan die fases ook vergelijken. En er is heel veel vergelijking te vinden tussen die verschillende fases in de fase van de maan. Onze mm-hmm. cyclus duurt ook in gemiddeld, ja. Duurt die ook even lang. Dus dan heb je als maanstonde fase de donkere maan. Mm-hmm. Als follikelfase heb je dan de opkomende maan. Als mm-hmm. ijsprongfase de volle maan. En als afnemende maan, of als geen lichaamje, heb je dan de afnemende maan. Ik kan dat ook verbinden met de seizoenen. En al die dingen hebben nu allemaal hun kwaliteiten. Hè. Mm-hmm. En bij de seizoenen kunnen we zeker ook allemaal wel iets voorstellen. In de winter is het donker. Hè. Mm-hmm. En zijn de dingen naar binnen gekeerd. Mm-hmm. Dan gaan wij ook naar binnen, dan steken we al gemakkelijker een kaarsje aan. Dan mm-hmm. zijn we naar binnen gekeerd. Net zoals dat we dat in de maandstonde fase zijn. Mm-hmm. De volgende fase is de follicelfase, is de lente. Hè. Dan staan de dingen in bloei of in knop. Dan begint alles te groeien, alles groter mm-hmm. te worden. Net zoals die follikel. Dat is de opkomende maan. Ja, de opkomende maan. Mm-hmm. De nieuwe maan, daar spreek ik eigenlijk niet over, omdat ik spreek over de donkere maan. Mm-hmm. Omdat de donkere maan is dus de maan die niet zichtbaar is. Mm-hmm. En vanaf dat ze zichtbaar is, de eerste cycl, dat is eigenlijk de echte nieuwe maan. Mm-hmm. Maar op de kalender staat er heel vaak nieuwe maan, omdat we het donkere heel dikwijls verdonkere maanden. Verdonkere maanden wil zeggen dat we iets over iets niet spreken, over iets niet laten zien. Mm-hmm. En dat is zelfs ook met de donkere maan zo. Mm-hmm. Nu, de volgende fase dus is de zomer. Mm-hmm. En dat is de ijsprong. Dat is alles uitbundig, alles naar buiten. Ja. Die energie. De volgende fase is de herfst. En dat is dat geel lichaampje. En dan begint alles al terug meer naar binnen te keren. Mm-hmm. Die vier fasen komen ook overeen met de archetypes. En dat is voor de donkere maan is dat de wijze vrouw. Dus dat is voor de maandstonde fase. Dat is de wijze vrouw. Dat is een vrouw die vele dingen in zichzelf weet en die van daaruit kan schouwen, kan kijken naar de andere dingen zonder dat ze daar per se wil in gaan roeren of daar zich mee gaan bemoeien. Veroordelen. Ja. Of, ja. Ze kijkt in wijsheid naar de rest. Dat is de energie die wij dus ook elke maandstonde kunnen ervaren. De follikelfase, of dus de lente, is de fase van de maagd. Hè? Mm-hmm. En niet zoals wij maagd nu begrijpen, maar eigenlijk als zij die aan zichzelf toe behoort. Dus dat is de jonge vrouw. Persephone.
Ja, inderdaad. Dat is echt, maar ook een ander voorbeeld daarvan is Jeanne d'Arc. Hè. Ah, ja. Zo, echt, dat is ook de fase in je leven dan, waarin dat op de barricades gaat staan en van daaruit zegt van, ik kan de wereld veranderen. Hè. Mm-hmm. Of waar dat je ook nog denkt van, oké, dit moet echt veranderen, we gaan er nu om beginnen en dan is dat morgen klaar. Mm-hmm. 30 jaar later weten dat dat zo rap allemaal niet gaat. Maar dat is de energie van die fase. Ja, maar dat is elke maand maakt een vrouw eigenlijk die fases allemaal door. Dus de fase erachter met de ijsprong in de zomer is de fase van de moeder. Dat is een periode dat je veel meer zorgend... Dan kijk je ook naar de anderen, net zoals dat de wijze vrouw dat doet. Maar je gaat veel meer dingen willen doen voor de anderen. Je wilt zorgen. Mm-hmm. En je wilt, als de wijze vrouw, die heeft geleerd om voor zichzelf te zorgen. Daar staat dat centraal. Ik zorg voor mezelf. Mm-hmm. Bij de moeder staat centraal van ik zorg voor de anderen. En dat is eigenlijk zowel in onze levensfase zo, als in die ijsprongfase in onze cyclus. Mm-hmm. De volgende fase is de fase van de magische vrouw. Mm-hmm. Dat is... Volle maan. Nee, de volle maan is de moeder. De afnemende maan is de magische vrouw. Mm-hmm. En een ander woord dat ik daar ook wel eens voor gebruik, maar dat is een Vlaams woord is achterwaarster. Dat is een oud woord ook voor vroedvrouw. En ik ken dat woord al langer, maar ik dacht altijd zoiets van, ja, maar wat willen ze daar nu eigenlijk mee zeggen? Mm-hmm. Tot voor een paar jaar hier een goede kennis toch wel van mij, Max Dasho op bezoek was. En zij kwam spreken over de heksen en de heksenverbrandingen. Mm-hmm. En het magische, hoe dat de mensen toen de wereld, of hun leefomgeving bekeken, mm-hmm. als zijnde een magische wereld. Hè. Mm-hmm. Zij had daar veel meer verbinding mee dan dat voor ons nu heel vaak zo is. En dat ik toen het woord ten volle begreep, het is achter waren, of het waren of waarnemen, dus het kijken achter de dingen. Mm-hmm. En dat is, vind ik zelf, een heel mooi woord om dat magische vrouw, als je dat zegt, een andere mogelijkheid is heks, maar... Mm-hmm. Dat is helemaal zwaar beladen. Mm-hmm. Maar het is wel wat een vrouw in die fase heel vaak kan. Mm-hmm. Of makkelijker zal doen. Dat is een fase in onze cyclus waarin dat we ook vaak denken van, als je getrouwd bent, van ik moet weg, want ik hou dat hier niet meer uit in deze huwelijk, hè, of in deze partnerschap, of... Omdat je eigenlijk in die fase heel vaak ziet wat dat er in relaties, zijnde uw partnerrelaties, maar dat kunnen ook uw werkrelaties zijn, zie wat dat er fout gaat. Mm-hmm. Wat er nu heel vaak wordt gezegd van, jij moet uw maandstonden krijgen, ja, dan zijn uw hormonen die spreken, en er wordt eigenlijk geen positieve aandacht gegeven aan wat je op dat moment echt waarneemt. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het dan zuiver zien of een soort van waar... Dat het is een helderder zien, waardoor dat de... het is inderdaad niet de bedoeling als je problemen ziet in gelijk welke relatie, dat je daar direct met de hangbijl doorgaat. Mm-hmm. Maar wel... als je dat ziet, als je zegt van oké, er is hier een probleem, ja. Ik zie het,
Ik neem het mee in mijn maandtijd en dan ga ik als wijze vrouw kijken naar wat ik hiermee kan doen om dit weten te laten worden tot ja, een nieuw ja, tot een oplossing die voor iedereen in mijn omgeving kan dienst doen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk wel zijn dat je wel degelijk met je partner moet praten over bepaalde situaties. Mm-hmm. Maar dat heel vaak goed is om dat niet te doen in die fase juist voor je maandstonden. Mm-hmm. Dat je dat eigenlijk heel vaak beter kan doen tijdens je maandstonden of tijdens de niet de zwaarste dagen, maar de volgende dagen. Zo net voor je maagdfase eigenlijk, dat je daar dan over spreekt. Waar je op de bres gegaan kan worden. Ja, dan hoeft dat ook niet meer. Mm-hmm. Maar dan is het wel een goed moment om echt actie te gaan ondernemen. Mm-hmm. Maar in de wijze vrouwenfase ga je meer samen zitten en ga je zeggen van kijk, dat is zoals deze dingen zie ik gebeuren. Mm-hmm. Maar vanuit de positie dat je dan zit, of de energie waar dat je dan in zit, mm-hmm. kan je dat zo brengen dat dat geen aanval is mm-hmm. voor degene die daarbij betrokken zijn. En dat er echt een dialoog kan ontstaan over hoe dat je dan samen de dingen kunt veranderen. Symbolisch, dat symbolisch, maar ook wat je kan ervaren. Ja. Koppelen aan, aan archetypen in. Ja. De situaties in relaties. En En wat daar altijd een heel goede leidraad in is, is dat je eigenlijk gaat opschrijven. Hoe dat je je in de verschillende levensgebieden voelt, wat je ervaart. Wel, wanneer dat je veel droomt, wanneer dat je zin hebt in welk voedsel, wanneer dat je veel energie hebt, fysieke energie, of weinig fysieke energie. En als wij dat zo opschrijven, dan krijgen wij een veel beter beeld van wie wij zijn als vrouw. Ook door de dag heen, als het ware, ja, ook door de dag heen. Maar, en dan ga je zien van bepaalde dingen die steeds terugkeren, van, waar dat je van denkt, van ja, neem ik dat weer. Maar heel vaak weten wij dan echt niet dat daar eigenlijk ook de cyclus in zit. Ja. En dat je dan van daaruit ook kunt gaan zien van, ah, dat valt altijd in die fase. Ten eerste weet je dan zonder grote andere dingen op de duur van, als ik dat heb, dan zit ik in die fase. Maar ook dat je dan kan gaan zien van, wat heb ik eigenlijk nodig? En wat kan ik mezelf geven of wat kan ik veranderen in mijn leven, waardoor dat zich niet meer hoeft voor te doen. Mm-hmm. Ik heb het fysiologisch heel sterk de dag voordat ik ongesteld word. Ja. De nacht, dus daarvoor heb ik heel veel zweet. Heb ik heel veel zweten en onrust. Ja. Ik word veel vaak wakker en heel veel hitte komt er vrij. Dan denk ik, oh ja, dan word ik, kan ik vast een pakje in mijn tas doen van tampons. Ja. Dan weet ik dat. Ik weet niet of meer vrouwen dat hebben. Maar. Ja, maar dat zijn, als je de zak over het boet, dat zijn onder andere ook nog altijd taboes. Wij spreken daar niet over. Ja, nee. Ja. Wij leven, elke vrouw leeft een zeer cyclisch leven. En voor mannen is dat ook voor een stukje zo. Maar bij vrouwen is dat echt wel een enorme klok. Die, als ze niet ontregeld is door voornamelijk externe stress. Of hormonen. Ja. Maar in normale omstandigheden gaat die voornamelijk ontregelen door stress. Hè. Maar als dat een enorme geoliede machine is. En als wij zien, we leren zien wat er in ons lichaam allemaal aan meedoet, dat is. Ja, ik word daar altijd heel blij verwonderd van, om dat te merken van wat een prachtige. Systeem daarbij eigen mogen beleven. Ja, en het ritme dus, daarin en de golven en de emoties. Ja, en hoe dat allemaal verbonden is met de natuur. Hoe, hoe dat wij hebben geleerd van eigenlijk die maandstonden te verafschuwen. Maar dat zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen van
Ja, kijk, de winter is niet nodig. We zullen die afschaffen. Terwijl ja. de natuur heeft die cycli nodig, heeft die altijd verandering nodig om te kunnen verder groeien. Ja, kunnen de rust, ja. de stilte, ja. de introvertie. Ja. Ja, dat is af en toe ja. een uitdaging om dat terug ja. te vinden in deze ja. tijden, zeg maar, ja. met alle prikkels, afleidingen. Ja, en ook omdat heel de maatschappij, en dan komen we eigenlijk terug op dat stukje van die Kronos in de Kairos. Heel de maatschappij is op die Kronos gericht, is op het voortgaan en voortgaan. Mm-hmm. En ga niet in die Kairos, is ook veel meer dat cyclische. Mm-hmm. En zo van, alles komt terug, alles verandert en alles komt terug. Mm-hmm. Het is de cyclus van leven, van geboren worden, leven, sterven en wedergeboorte. Mm-hmm. Altijd maar weer terug. Ja. Ja, dat, dat gaat diep en dat zit ja. ook in momenten en ja. in dagen en ja. in het leven. Ja, en, ja. ja, dat, ja. maar dat stukje acceptatie dat er is, ja. is denk ik al de grootste ja. stap van ja. wat u zegt. Zo van eigenlijk word je geboren en gaat er al iets dood, de placenta. Ja. Ja. En dat is al het eerste contact met ja. iets afsterven. En ja. wat daar ook, dat maken we natuurlijk... meerdere malen mee ja. in het leven, maar dan met ja. Ja, situaties, mensen. Ja, ja er zijn enorm veel gebieden waarin dat steeds maar steeds terugkomt. Dus, ja. Nou, ik heb nog een laatste vraag. Ja? We hebben een heel mooi interview gehad over de vrouw en nou in al haar verzetten. Mm-hmm. En ik weet dat er nog veel meer is wat u ja. over daarover zou kunnen ja. vertellen. En om zeg maar, het balans weer te maken. Hoe ziet u zelf de rol van de man naast de vrouw? Zeg maar als eenheid. Of, wat is daar uw beeld van? Dat is waarschijnlijk ook een heel verhaal. Maar, zeg maar wat is de kracht van de man naast de vrouw? Op zich... mag die daar absoluut steunend aan bezig zijn, maar ook eigenlijk een... Ik denk dat elke vrouw die haar kracht kan vinden, een uitnodiging is aan een man om zijn kracht te vinden. Die is heel mooi. ja. En dat zeg ik eigenlijk ook altijd tijdens die cursussen die ik geef, ook rond de vier vrouwen in elke vrouw, dat een vrouw die terug haar cyclisch leven gaat leven, dat is eigenlijk een heel mooie uitnodiging aan haar gezin, aan haar partner, als ze geen gezin, allez, of geen gezin met kinderen heeft, omdat ook mannen zijn er absoluut mee gebaat om dat cyclische in hun leven meer in te brengen. Mm-hmm. En hij kan daar helemaal ondersteunend in zijn. Waardoor dat het voor hem ook weer helemaal gaat werken. Mm-hmm. Zodat zijn rol nog ja, meer uit de verf ja, komt. Ja. Voor mij... ik weet dat er heel dikwijls in heel wat tradities wordt gezegd van wij zijn man en vrouw in onszelf. Voor mij is dat niet zo. Een vrouw is een vrouw en een man is een man. En er zijn verschillende kwaliteiten in die zin van een vrouw is voor mij evengoed zeer krachtig en daadkrachtig als dat een man dat kan zijn. Mm-hmm. Alleen heb je van mens tot mens... gewoon enorme verschillen. Van dat de ene veel draadkrachtiger is dan de ander. Maar dat een man ook heel zachtaardig kan zijn. Vanuit mm-hmm. zijn man zijn. En een vrouw kan dat zijn. Dat geen kwaliteiten zijn die tot, alleen tot man of vrouw behoren. Mm-hmm. Um,
En ik vind dat juist zo mooi dat en dan kom ik eigenlijk een beetje terug op dat beeld dat ik er straks zei van bij die geboortes. Dat die man er helemaal steunend is voor wat die vrouw op dat moment te doen heeft. Moet dragen. En ja, ja. En, want ook als het natuurlijk een mannelijke partner is, dan de vrouw die hem bevallen is, ook hij kan daar op zich alleen maar bij zijn. Maar het echt aanwezig zijn, in volle bewustzijn, is de grootste kracht en de grootste ondersteuning dat die vrouw op dat moment kan ervaren. En er moet hem nog niet te veel voor doen. Mm-hmm. Allee, ik bedoel, dan in fysiek handelingen. Mm-hmm. Maar gewoon dat heel bewust aanwezig zijn en het, eigenlijk het eren van haar taak op dat moment door haar te laten doen en haar te ondersteunen in wat zij nodig heeft. Mm-hmm. Dat is volgens mij helemaal wat zij mogen doen. Dat is heel mooi, ja. Dankjewel, Ria. Heel graag gedaan. Ik zou nog één mooi gedicht, is het geloof ik, of iets in de richting wat ik op vrouwenbron.be heb gevonden, ja, nog even willen oplezen. Want ik vond het raakte mij enorm en ik vond het erg mooi. Ja. Ik weet niet, heeft u dat zelf geschreven? Ik weet niet welke. Vrede heet het. Ik zal hem even oplezen. Ja. Tussen de ongelooflijke vreugde en het diepe verdriet ligt de plek van de onvergetelijke rust, gedragen door vertrouwen. Ja, dat heb ik geschreven. Ik vond hem ontzettend mooi, ja. Dank u wel, dank u. Dus ik wil nogmaals bedanken. Het was een ongelooflijk waardevol gesprek. En, dank u om mij deze kans te geven. En, Waar kunnen mensen u vinden als zij daar behoefte aan hebben? Ik denk eigenlijk gewoon als ze op Google of gelijk welke browser mijn naam intypen, gewoon Ria Beijens, dat ze zeer veel, zowel mijn mailadres als mijn telefoonnummer kunnen vinden. Mm-hmm. Ik kan het ook zeggen, ik weet niet of dat oké is. Ik zal het ook op onder de podcast zeker vermelden. Ja, mijn mailadres is riabeijens@gmail.com. Mm-hmm. En mijn telefoonnummer indien nodig is 0032 478 4479. Mm-hmm. En dat is een mobiel telefoonnummer. Ja, het geeft allerlei verschillende consulten. Ja, ik doe een deel helende gesprekken, maar ook helende consulten of dan een aantal cursussen die ik geef. Mm-hmm. Dus, en we mogen nog een boek van u verwachten, begreep ik. Ik hoop van het verhaal rond de placenta te kunnen uitgeven in de komend jaar. In de komende jaren, dat zal een beetje afhangen van de uitgever die ik vlot of niet vlot vind. Dus, Dank u wel. Graag gedaan. Dank u.